aan de slag met een leuke oefening op de driver range om het balcontact bij de swing te verbeteren. Wat gaan we doen? We leggen zo meteen een bal tussen de twee tees in en we gaan ballen spelen. Heb je nou een mat waarbij er geen twee tees in zitten, pak dan even wat losse tees uit de tas, die kun je ook neerleggen. Maar je creëert een poortje waar de club mooi tussendoor kan. Op het moment dat je de ballen speelt en je raakt de tees niet, betekent dat dat je de bal heel mooi in het midden van het blad hebt geraakt. Raak je een van die tees wel, betekent dat je de bal meer naar de punt van de club hebt geraakt of meer op de hiel van de club hebt geraakt. Wil je dat nou nog duidelijker maken voor jezelf? Pak dan een stuk stoepkrijt, krijt één zijde van de bal in, leg hem met de ingekrijte zijde naar de slagkant toe en speel de bal. Vervolgens zie je dus ook een hele mooie afdruk op de club, op de plek waar je de bal hebt geraakt. Dat is een extra feedback momentje. Deze oefening doen we 10 tot 15 keer en daarna zit deze oefening erop. Succes en veel plezier met trainen. Vond je dit nou een leuke video? Klik hieronder op een duimpje, laat het ons weten. Ook als je de nieuwste video's als eerste wil ontvangen, zorg dat je even klikt op abonneren en op notificaties. Dan krijg jij een berichtje wanneer er een nieuwe video online komt.